Een groot deel van Hogezand-Sappemeer is vanmiddag getroffen door een stroomstoring. Ruim 7000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Stoplichten werkten niet meer. Het verkeer moest in goede banen worden geleid door verkeersregelaars. Ook het treinverkeer raakte ontregeld en de bomen van de spoorwegovergang bleven halverwege hangen. Deze klok in het winkelcentrum De Hoge Meren bleef stilstaan op 10:50, de tijd dat de stroomstoring begon. Het winkelcentrum moest de deuren sluiten, juist op de drukste middag van de week. Het winkelpersoneel kon niet anders doen dan lijdzaam afwachten. Behoorlijke tegenvallen, ja. En dat op zaterdag natuurlijk een hele drukke dag. En dan onverwachts dat je geen stroom hebt. Dus wel heel snel improviseren. En op nette manier de klanten proberen de deur te wijzen. Waar je natuurlijk normaal gesproken iedereen binnen probeert te halen. Ja, heel vervelend. En dat is zeker een strop voor ons, ja. Net op het punt dat we net wat duurder artikelen gingen verkopen, viel de stroom uit. Ja, en de mensen die gaan dan weg. Dat is heel vervelend. Ja. Maar de winkeliers lijden niet alleen omzetverlies. De bedrijfsleider van deze fotowinkel vreest ook nog andere schade. Ik heb hier een machine staan en die draait op krachtstroom. Daar zit een laser in. En ik heb dat jaren geleden al een keer gehad. Toen was de stroom er ook af. En dat kostte €6800. En er is niemand die dat vergoedde. Als die laser in één klap van de stroom afgaat, koelt hij niet af. Dat was toen ons probleem. Ik ben bang dat het dus nu ook weer gebeurt. De stroomstoring werd veroorzaakt door een brand in dit verdeelstation achter kartonfabriek SK Graphic Board aan de Meint-Veningastraat. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Rond 4:00 had iedereen weer stroom.